gaan we wat leuks doen. Het is weer tijd voor een challenge. De Geen VDI Challenge. Ja, niet lullen, maar Graven heeft deze challenge bedacht. Eerder al hadden we natuurlijk de 60 minuten challenge van Team Treklip. Ook erg leuk. Veel zoekers zijn mij al voor geweest met deze challenge. En ik ben genomineerd door Pascal Lieber. Jongens, bedankt. Ik ga eens eventjes kijken wat hier in dit gebied allemaal te vinden valt. Zonder naar VDI te kijken. Ik heb al even een rondje gelopen. Er zijn wat leuke groenstrookjes hier zo. Wat paden vrijgemaaid. Dus we kunnen lekker ons gang gaan. Voordat ik mijn scherm afplak zal ik eventjes de instellingen doorlopen van mijn metaaldetector. Waar ik vandaag... Hoe ik hem instel, hoe ik ga zoeken. En dan zeg ik, laten we snel gaan beginnen. Ik zie jullie bij de eerste vondst. Nou, ik zal zoeken in de beach mode. Daar laat ik hem meestal staan. Beach 1. En de gevoeligheid laat ik op 20. Dat vind ik wel mooi voor in een openbaar groenstrookje. Even kijken. Nou, volume eigenlijk gewoon maximaal. Dat je alles goed kan horen. Lekker de tonen er bovenuit komen. Deze laat ik gewoon op 0. 50 tonen vind ik persoonlijk het prettigst lopen. Dan kan ik gewoon goed het verschil horen. Hier zoek ik eigenlijk altijd wel mee in zulke soort gebieden. Hier doen we ook niks mee. Ja, de herstelsnelheid 3. Vind ik ook prima. Ik zwaai niet zo heel snel, dus hij hoeft ook niet hoog te staan bij mij. Hou hem even ingedrukt. F2, dus de ijzertonen. Ja, bierdopjes. Dat soort dingen wat je niet wil vinden. Ja, ik verwacht het niet heel veel. En als ik er eentje opgraaf, vind ik het ook niet erg. Dus dat is het wel een beetje. We gaan de sticker erop doen. Wel wil ik nog even de diepte kunnen blijven zien. Dat vind ik dan nog wel interessant. Maar ja, verder ga ik gewoon echt op het gehoor af. Die gaan we graven. De eerste lekkere target. We gaan eens kijken. Ligt niet zo heel diep, geloof ik. Hij klinkt goed. Laten we eens even kijken. Oh, kijk. Kijk nou. Oh, dat is grappig. De eerste target die ik graaf is gelijk een muntje. 10 cent. Nou, dat begint goed. Dat is nog een leuk ook. Een bijzondere. España. Leuk. Ja. Nou, misschien ligt er nog wel meer geld bij. Dat kan ook nog. Nee, dat niet. Nou ja. Leuk. Eerste munt. 10 eurocent. Deze valt weg. Ja, dat ga ik. Je hoort hem nu ook niet meer. Dus we lopen door.
Dat is een groot stuk aluminium, denk ik. Of hier ligt een buis of zo. Het is wel heel groot.
niet te langdradig te maken, ben ik hier al met de samenvatting. Hoe heb ik het ervaren? Zoeken zonder VDI. Want dat is denk ik hoofdzakelijk wel het doel van deze challenge. Wat is de ervaring? Nou, zelf heb ik het niet anders ervaren als gewoon zoeken. Ik ga toch altijd echt wel op het geluid af. Hoe klinkt het? Is het zuiver, stabiel? Hoor ik nog bijklanken? Is het met een brom? Stopt die ineens? Ja, op basis daarvan ga ik graven, ja of nee. Een VDI is gewoon een indicatie. Het is wel leuk dat je van tevoren een beetje weet wat je zou kunnen verwachten. Maar een vondst kan plat liggen, op zijn kant liggen, diep of ondiep. Dus het hangt van zoveel factoren af wat je tegen kan komen. Dus ja, als het gewoon goed klinkt, gewoon graven zou ik zeggen. Nou, ik heb 3,5 uur gezocht, vanaf 11 uur tot zo'n 2:15, 3 een beetje. Wat heb ik in deze tijd gevonden? Nou, zoals jullie zien, toch wel veel troepjes ook. Ja, vaccinelichtjes. Ik denk dat mensen het dan toch romantisch vinden om een kaarsje aan te steken in het park 's avonds. Bierdoppen, stukjes lood, nog een flessenhals met hij ging natuurlijk af op de ring. Dan kwam hij met een mooie toon binnen. Zelfs nog een hele fietsbel. Ja, die kwam ook heel erg lekker binnen. Dus ja, die gaat toch gewoon graven. Een vijftal muntjes. 1,80 aan euro geld. Nog een stuiver van Juliana. Wisten jullie trouwens dat de diepteindicatie gebaseerd is op een gemiddelde munt? Dus ongeveer de grootte van deze stuiver. Dus als die dan aangeeft dat iets op 15 centimeter diepte ligt. Maar het is bijvoorbeeld deze fietsbel, dan zou het zomaar kunnen dat je even wat dieper moet graven nog om hem tegen te komen. Maar andersom is dat natuurlijk ook zo. Als de vondst dan kleiner is, ligt die ondieper. Dus dan kom je hem weer eerder tegen. Maar het is allemaal op indicatie van een gemiddelde munt. Nou, ik heb nog een penning van het Algemeen Dagblad gevonden. En dit stukje achterkant bestek. Vermoedelijk achterkant bestek. Ja, hele mooie details staan er nog in. Zo op het blote oog is het nog beter te zien als op een foto. Dus dit is denk ik sowieso wel een leuke oude vondst. Is toch wel grappig. Nou, het was leuk om het ook eventjes op deze manier te bekijken. Dan is het nu aan mij om ook nog iemand te nomineren voor deze challenge. En ik nomineer de mannen van Limes MD. Ook leuke, ervaren, enthousiaste zoekers, dus neem zeker even een kijkje bij ze. Voor wie vorige week aan de actie heeft meegedaan voor het winnen van het tijdschrift, blijf nog even hangen. Daar ga ik zo de winnaar van bekendmaken. Dan gaan we nu alvast afsluiten. Ik bedank jullie voor het kijken en ik zie jullie snel bij de volgende keer. Tot later! Nou, we gaan nu een winnaar trekken van de reacties op het tijdschrift van vorige week. De link staat erin. Het woord was zilver, staat er ook in. Haal reacties op. Aantal unieke reacties 23. Start loterij en kies winnaar. En de winnaar is Anneke van Kekem. Zilver was het woord. Wat een leuke video weer. Ik kijk er graag naar. Nou Anneke, van harte gefeliciteerd met deze prijs. Stuur mij even een privébericht of een e-mail naar het adres wat nu in beeld verschijnt. En dan zal ik zorgen dat het zo snel mogelijk jouw kant op komt. Super!